De kleuterleidster Yasar woont samen met haar partner Mohammed en hun peuter in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Essen. De familie heeft asiel aangevraagd. Op 8 juli 2016 stak de vader van het kind, Yasar met 25 steken neer voor de ogen van de leerlingen die bij een bushalte wachten. De dader vlucht. Voorbijgangers zorgen voor het kind in de kinderwagen. Iets meer dan een uur later wordt de gewapende dader gearresteerd door een speciaal team. Yasar overleeft ernstig gewond. Het dochtertje wordt verzorgd door het Bureau voor Jeugdzorg. Een jaloeziemotief wordt vermoed. De dader respecteerde waarschijnlijk niet de wens van zijn partner om uit elkaar te gaan. Meer is niet bekend, zelfs de echte naam van de vrouw niet. Begin 2017 begint de rechtszaak bij de rechtbank van Essen. Het slachtoffer getuigt niet. In februari wordt Mohammed veroordeeld tot 9 jaar en een maand gevangenisstraf.